Goedemorgen, beste vrienden en vriendinnen. Het is bijna 8:30 en hier begint mijn reis naar India. Die kwam mij gisteren ophalen. Vandaag hebben we gewoon heel veel uitjes al gedaan. Met een taxi genomen, gewoon lekker privé, overal naartoe gereden. Er zullen zo meteen wat foto's en filmpjes vandaan komen. Moskee bezocht, tempel bezocht, waar je helaas geen foto's mag nemen, want dat was wel benieuwd mijn bijna het hoogtepunt. Met super mooie deities. Deities zijn gelijk even het weetje van. Het weetje uit India, laat het zo houden. Ik wou dat eventjes één of twee terugkomen in het videoblog. Zodat jullie weten wat, ja, wat ook een benamingen zijn. Het is Japa, wat Chant is. Wat een deity is. En deity zijn beelden die in de tempel staan. Die zeg maar beëdigd zijn. In, geïnstalleerd ook echt als worshipable. Hoe zeg je dat? Wat is het Nederlandse woord voor worship? Dat je het kan aanbidden. Dat is het. Nou, je hoort waarschijnlijk de achtergrond allemaal bijgeluiden. Delhi is een onwijs drukke stad. Niet alleen druk, maar ook erg smerig. Heel vies. Stof zit weer lekker in mijn neus. En eigenlijk overal. Het doet me heel erg denken aan Bolivia. Aan La Paz, de hoofdstad in Bolivia. Daar heb je ook alles, maar niks werkt. Hetzelfde is hier zo. Het is echt een... gewoon een paar dood. Alles gaat langs elkaar heen. Wie de hardste toeter heeft in zijn auto, brommer of fietsbel, die mag als eerst. Nou, talk about the devil, dat was er eentje. Dus te gek verkeer. De mensen erg leuk, ze zijn niet opdringerig. Natuurlijk word je overal wel gevraagd, wil je dit of wil je dat kopen. Maar ga je niet echt opdringerig, dat is wel chill. Morgen ga ik alweer vliegen. Ik vlieg naar de... Varanasi, moet ik goed zeggen, Varanasi. Heilige plek aan de Ganges, wat echt gek wordt. Ik kijk daar enorm naar uit. En vanuit daar vliegen we weer, ja, heel decadent dit, naar Kajirao, naar de familie die we daar kennen. En daar gaan we ook een paar dagen blijven. En dan zijn we inmiddels alweer een paar dagen verder. En dan ga ik naar Vrindavan, de geboorteplaats van Krishna, waar ik regen ontmoette. De reis hier naartoe ging goed, echt relaxed. Althans, ik had natuurlijk wachttijd op Helsinki naar de doorverbinding naar Delhi toe. Daar was ik, moest ik 5 uur wachten, dat dacht ik, maar de klok wordt dus 1 uur verzet naar voren. Wat voor mij dus maar 4 uur was. Dat scheelde ook lekker de laptop aan, filmpje op en de tijd al doorgekomen op de airport. Daar was een halve meter sneeuw. En toen ik daar vertrok en in India, hier is het overdag 30 graden en super lekker zomers weer om het zo maar te zeggen, dus ik heb het naar mijn zin. Ik laat het even hierbij, ik heb niet zo heel veel filmpjes en ik weet ook niet hoe het allemaal gaat met uploaden en zo, of dat allemaal een beetje gaat lukken. Dus ik hou het eventjes kort en hier komen nog even wat beelden en wat foto's van wat we vandaag gedaan hebben. En ik hoop snel meer. Morgen in ieder geval naar de Ganges toe, Varanasi, dat is het. En een bedevaart wordt dat iedereen wel kent, altijd al eens een keer op tv hebben gezien. En ik kijk er enorm naar uit. Dat wordt volgens mij een van de heilige plekken in India. Dus dat wordt te gek. Anyway, dankjewel. Namaste, zoals we zeggen hier in India. Dus
Ik zie jullie bij videoblog nummer 2.